Welkom bij deze seminar van Carpegiani voor ambacht en business. Ik ga jullie vandaag wat vertellen over vet, verschillende soorten vet. We werken met een room van 35% vet, we werken met een room van 40% vet en we werken met boter. Het doel is om één mix te maken, 1 kilo ijsmix, met hetzelfde vetpercentage. Dus we gaan richten op een vetpercentage van 8% vet. In de praktijk op een kilo is dat 80 gram vet. En we gaan met de verschillende soorten room gaan we berekenen hoe we op het juiste vetpercentage komen. Heel vaak krijg ik de vraag van vanuit Carpegiani maken we een recept voor iemand, maar diegene gebruikt een room van 35% of diegene gebruikt een room van 40%. Hoe kan ik dat nou aanpassen? Nou, het doel van deze seminar is om het duidelijk te maken, om de berekening te laten zien en om te laten zien hoe jullie zelf je receptuur kunnen berekenen en ook kunnen kiezen voor bepaalde room. Misschien heb je een room van 40% die je heel lekker vindt, maar gebruik je nu 35%? Nou, ik hoop na deze sessie dat je zelf kan berekenen hoe je op het juiste vetpercentage komt en welke room je gaat gebruiken. Daarvoor hebben wij een vanille mix gemaakt. Dat is deze mix. Dit is gemaakt met een room van 35% vet. Ik ga het recept even opschrijven op het whiteboard. En dan ga ik jullie stap voor stap even door de ingrediënten meenemen. Waarom zit welk ingrediënt in de mix? En hoe komen we op het vetpercentage? Oké, we gaan nu het recept analyseren. Het recept wat ik net liet zien, de vanille mix. Die gaan we uitschrijven op bord. En dan gebruiken we voor dit recept een room van 35%. Makkelijk is het om het in grammen te bekijken. Doe je dat niet op een kilo, dan ben je alleen maar lastig aan het rekenen. Later kan je alles weer terugrekenen naar een volle ketel of wat voor u makkelijk werkt in de productie, maar hou voor receptuurberekeningen gewoon altijd een kilo aan. Wat we daarvoor nodig hebben allereerst is uiteraard melk, room 35%. We gebruiken suiker, saccharose, eigenlijk gewoon een tafelsuiker, 121 gram. Ik vul deze hoeveelheden vul ik alvast in en we laten de melk en de room even open. Ik zal jullie zo uitleggen waarom. Uiteindelijk gaan we daarmee sturen naar het juiste vetpercentage. 31 gram dextrose. Dextrose is eigenlijk minder zoet dan suiker en heeft een hele hoge antivrieswaarde. Uiteindelijk heeft dat te maken met het moleculair gewicht. In de cursus van Carpegiani leggen we dat volledig uit. Nu maken we een eenvoudig recept. Door suiker en dextrose te gebruiken komen we op de juiste antivrieswaarde, de juiste hardheid van je ijs. Nou gebruiken we ook nog een klein beetje invertsuiker, ook wel trimoline genoemd. Dit is te koop als trimoline. Je zou het ook zelf kunnen maken, dan vergeet je suiker, water en door middel van een zuur gaat het suiker inverteren. Het voordeel van invertsuiker is dat het een stroop blijft en het onttrekt eigenlijk vocht uit je ijs. Dus wil je een mooi, droog, stevig ijsje, een mooie punten bijvoorbeeld neer kan zetten of een mooie bak hoog op kan maken, invertsuiker helpt daar heel goed bij. Zou je alleen suiker en dextrose gebruiken, dan krijg je waarschijnlijk een iets zachter, iets misschien glimmender ijsje. Hoeft niet per se hoor, je kan het ook juist balanceren waardoor het wel in balans is. Maar invertsuiker is wel echt een top suiker eigenlijk om te gebruiken. Heb je een ijs met veel droge stof, bijvoorbeeld hazelnoot of chocola, ja, dan ontkom je eigenlijk niet aan het gebruiken van invertsuiker. Dan wil je echt een beetje dat het ijs wat zachter wordt, wat smeuiger. Nou, gebruik daarvoor zeker invertsuiker. Dan pakken we 36 gram magere melkpoeder. Dat is altijd een beetje een ingrediënt dat je zegt van ja, melkpoeder, moet dat nou in het ijs? Ja, eigenlijk wel. Uit de melk en de room alleen halen we onvoldoende eiwitten om het ijs een goed volume te geven, een goede body te geven. Magere melkpoeder helpt enorm en is uiteindelijk de goedkoopste bron van eiwit en is prima te gebruiken. Qua smaak redelijk vlak, gebruik je volle melkpoeder, die heeft veel meer smaak en vet. We gebruiken nu magere melkpoeder, een beetje neutraal van smaak, komt straks je vanille lekker door. Wil je een iets voller ijsje, iets romiger ijsje, pak dan bijvoorbeeld en magere melkpoeder en volle melkpoeder. Dan kan je daar nog een onderverdeling in maken. Ik ga meestal uit van magere melkpoeder. Dan pakken we een bindmiddel. Nou, ik gebruik een bindmiddel 5 gram per kilo mix. We maken een receptuur van 1 kilo, 5 gram bindmiddel. Vaak is dit een samengestelde mix van emulgatoren, stabilisatoren. Deze heb je ook zeker nodig in je recept. Zorg ervoor dat je ijs wat beter bewaard blijft en dat je uiteindelijk dat je vet ook mooi verdeeld wordt en zich een beetje kan binden. Ik gebruik altijd een beetje eigeel in de mix, 21 gram. Eigeel zorgt net voor een iets mooiere, zachtere structuur en geeft een klein beetje diepgang in de smaak. Veel ijssalons maken ijs zonder eigeel, dat kan. Ik gebruik 21 gram.
In de kleur zie je het bijna niet terug. Qua smaak proef je het heel licht. De structuur gaat enorm vooruit. Eigenlijk de lecithine in ei geel zorgt ervoor dat je gewoon een mooi, stabiel ijsje krijgt. Uiteindelijk ben ik, gaan wij eigenlijk vanuit Carpegiani altijd voor de smaak, voor het beste resultaat. Ja, ik vind ei geel hoort er wel een beetje bij. Kan ook zonder, dan heb je net een iets ander ijsje. Nou, als we dit recept bekijken, dan zie je eigenlijk dat we alle stoffen hebben. Nu is dit een standaard recept van Carpegiani. Je kan dit ook met je eigen recept doen. Vul gewoon de onderdelen in die in je recept zitten en laat alleen de melk en de room nog over. Wat we nu willen is eigenlijk een ijsmix met 8% vet. Op een kilo is dat 80 gram. Nou willen we die 80 gram vet willen we uit de melk en de room halen. Dus hoeveel melk hebben we nou nodig en hoeveel room hebben we nou nodig om op een totale hoeveelheid vet te komen van 80 gram? Nou, dat ga ik jullie uitleggen aan de hand van de berekening. Daarvoor is het allereerst belangrijk, we willen in de totale mix, dus op die kilo, willen we 80 gram vet. Gaan we eerst kijken met deze grondstoffen, zitten er producten in die al vet leveren? Gebruik je bijvoorbeeld magere melkpoeder, die bevat 1% vet. Dus willen we weten hoeveel vet dat is, doen we 36 gram maal 0,01. Dus 1% is 0,4 gram. Dan kijken we naar het eigeel. Er zit nu 21 gram eigeel in. Het vetpercentage van eigeel 26%. Dus 21 maal 0,26. Dan rekenen we die uit, komen we uit op een vethoeveelheid van 5,5 gram. Zitten er nog andere producten in die vet leveren? Nou, volgens mij niet. Bindmiddel. Heel misschien dat daar een klein beetje vet in zit, maar laten we ervan uitgaan van niet. Komen we dus nu al uit op een hoeveelheid vet, zonder de melk en room al, van 5,9 gram. Dan gaan we kijken hoeveel vet hebben we eigenlijk nodig. Dus we wilden hebben 80 gram, maar we hebben al 5,9 gram. Dus we doen 80 min 5,9. Komen we uit op een totaal van 74,1 gram. Dan gaan we kijken. We willen eigenlijk dus uit melk en het roommengsel willen we 74,1 gram vet halen. Stel dat we alleen melk pakken. Dus we vullen eigenlijk dit gat van melk en room op met alleen melk. Nou, we hebben een kilo. Dus doe je een kilo min 121, min 31, min 5, min 36, min 5, min 21. Dus eigenlijk een kilo min alles. Kom je uit op 781 gram vloeistof. Nu moeten we even twee stappen doen om de juiste berekening te maken. Dus we kunnen zeggen, stel we pakken alleen melk. Hoeveel vet hebben we dan? Dan doen we eigenlijk 781 gram melk maal het vetpercentage uit de melk. Nou, in dit geval hebben we melk van 3,5% vet. Gebruik je boerenmelk, dan ga je soms richting de 4,5 of nog iets hoger. Gebruik je een gestandardiseerde melk, zit je vaak rond de 3,5%. Stel, we pakken 781 gram alleen maar melk, geen room. Dan hebben we qua hoeveelheid vet 781 maal 0,035. Is qua hoeveelheid 27,3 gram. Dus pakken we alleen melk plus dat beetje vet wat we hadden uit eigeel en melkpoeder. Komen we bij lange na niet op het vetpercentage wat we nodig hebben. Nou, we wilden hebben 74,1 gram. Pakken we alleen melk hebben we al 27,3 gram. Halen we die van elkaar af. Dan weet je hoeveel vet we eigenlijk nog uit de room moeten halen. 74,1 min 27,3, 46,8. Nu komt er een beetje een moeilijk punt. Want je kan natuurlijk zeggen van ja, ik wil uit de room 46,8 gram vet halen. Dus je zou kunnen zeggen, ik deel 46,8 deel ik door 35%. Dat is het vetpercentage uit de room. En dan weet ik hoeveel room ik nodig heb. Nadeel daarvan is, als je dat doet, dan verhoog je eigenlijk ook het volume. Want dan heb je je mix en ga je room toevoegen. En dan kom je uiteindelijk boven die 781 gram uit, kom je boven de kilo uit, zit je qua percentages weer niet goed. Dus we moeten even een factor ervan maken. Wat we eigenlijk doen, we maken van die room, maken we een soort room met een vetpercentage van 35% min het vetpercentage uit de melk. Als we dat doen, kunnen we op die manier kunnen we gewoon room toevoegen en eigenlijk tegelijkertijd in de berekening melk eruit halen. Doe je dat niet, dan ga je dus het volume verhogen, wordt het heel ingewikkeld. We hebben een vetpercentage van de room, namelijk 0,35. En die doen we min het vetpercentage
uit de melk. Dus min 0,035. Komen uit op een vetpercentage van 0,315. Dit is de factor waar we mee gaan delen. We hebben nodig 46,8 gram vet. Delen we die door die factor, door die 0,315, komen we uit 148,6. Nou, laten we die afronden naar 149. Nu weten we, oké, als we 149 room pakken van 35%, dan komen we uit op het juiste vetpercentage. Moeten we alleen nog even kijken hoeveel melk we nodig hebben. Nou, dat is dan 781 min 149, 632 gram melk, 149 gram room, 35%. Nu heb je eigenlijk de effectieve hoeveelheden, 632 gram melk, 149 gram room. Heb je room van 40%, dan doe je 0,40 min 0,035. Heb je boter bijvoorbeeld, doe je 0,82. Boter zit 82% vet. 0,82 min 0,035. Werk je met 40% room en boerenmelk, dan doe je 0,40 min 0,045. He? Dus die waarden die veranderen altijd een beetje. Maar dit is eigenlijk de berekening om tot een juist vetpercentage te komen. En dan kom je op je uiteindelijke receptuur. Oké, nu gaan we het recept even controleren. Kijken of het klopt wat we berekend hebben. Dat is natuurlijk altijd wel belangrijk. Wat we daarvoor doen, kijken hoeveel vet levert de melk. 632 gram maal 0,035, 22 gram. Kijken we naar de room, 149 gram maal het vetpercentage uit de room, dus 35%, 0,35 is 52 gram vet. Nou, tel je die bij elkaar op, kom je op 74 gram vet. Nou, dan pakken we even het vet erbij wat we nog hadden uit het eigeel en uit de magere melkpoeder. Is 5,9, laten we dan die ook afronden. 74 plus 6 is 80 gram. Dan zit je dus op een totale hoeveelheid vet van 80 gram. Nu is dit een mix, hè? Totaal 80 gram vet, dus 8% vet. Je kan ook zeggen, ik wil bijvoorbeeld 8% vet uit de melk en room. Hè? Dan verhoog je gewoon het gehalte. Dan tel je dit er later nog een keer bij op. Oké, dus we hebben nu onze mix met 80 gram vet, 8% vet. We gaan dan de mix nu zo meteen afdraaien en gisteren heb ik hem al gepasteuriseerd. Dus 40 naar 85 graden, zo snel mogelijk terugkoelen naar 4 graden. Daar dood je eigenlijk de meeste bacteriën mee. Niet alles, maar wel het meeste. Eigenlijk is dan het belangrijkste, is niet zozeer de pasteurisatie, ja die is wel essentieel. Maar eigenlijk de rijpingsperiode is voor de smaak en de structuur van het ijs het belangrijkste. Tijdens de rijpingsperiode gaan je eiwitten zich een beetje strekken, krijg je wat meer smaak. Je krijgt een wat dikkere mix, iets een viscozere mix, waardoor die wat meer lucht opneemt. Denk maar aan slagroom, hè. Dat is ook wat dikker, dat slaat op. Melk slaat niet op, dat is ook veel dunner. Dus je hebt een beetje structuur nodig van die eiwitten, van de luchtbelletjes die erin komen, om ook een bepaalde luchtigheid vast te houden. Nou, dat gebeurt straks allemaal in de machine. Wij kunnen dat zo mooi mogelijk maken door de mix rustig te laten staan. Daarnaast, ik heb hier op deze 2 kilo mix, heb ik 2 vanillestokken gedaan. Ja, die hebben ook gewoon even tijd nodig om lekker door te trekken, om een mooie smaak aan de mix af te geven. Nou, het allerbelangrijkste vind ik eigenlijk nog van die rijpingsperiode, dat je vet, hè, het vet wat wij nu erin gebouwd hebben in ons receptuur, hè, die 80 gram, dat het mooi uitkristalliseert, dat het mooi hard wordt. Het worden hele harde kleine vetdeeltjes. Op het moment dat je het dan uit je pasteurisatieketel haalt of uit je koeling en je doet bijvoorbeeld met een staafmixer, dan ga je nog een keer doorheen, dan breek je eigenlijk al die kleine vetdeeltjes nog een keer kapot. Doordat ze hard zijn, breken ze. Straks in de machine botsen al die vetdeeltjes op elkaar en krijg je een hele fijne verdeling van het vet. Over het algemeen is het zo, dat is ook relatief natuurlijk, maar hoe fijner de vetverdeling, hoe romiger, hoe smeuiger het ijs. En dat is uiteindelijk wel een beetje waar we naar op zoek zijn, naar een zo romig mogelijk ijsje, hè, wat zo romig mogelijk smaakt. Dat is ook het voordeel van deze machine, die slaat echt het ijs goed op. Pak je bijvoorbeeld een sorbetière, ja, die vriest het heel langzaam aan en heb je gewoon krijg je een andere structuur in je ijs. Nou, ik denk wel even genoeg uitgelegd en theorie. We gaan nu even het ijs draaien. We beginnen met vanille-ijs wat we hebben opgeschreven op het bord. Die ga ik nu in de machine doen. Oké, we hebben nu de vanille-mix die we net op het bord uitgerekend hebben. Die gaan we nu zo meteen afdraaien in de machine.
We draaien hem op het gelato-programma. Er zit een programma op de machine gelato en een programma sorbet. Dat heeft te maken met de weerstand van het roerwerk. Nou, deze willen we vrij stevig afdraaien, dus we draaien hem op gelato. En ik heb op deze 2 kilo heb ik 2 vanillestokjes gedaan. Die heb ik vannacht lekker in de mix laten zitten, lekker rijpen. En nu gaan we hem afdraaien. En ik heb hem uiteraard even door de zeef gehaald, vanillestokjes eruit. En bewaar die vanillestokken, doe ze lekker in de suiker, maak er vanillesuiker van. Nooit vanillestokjes weggooien. Nou, dan gaan we hem nu afdraaien. Dus nu doen we alle mix erin. Zorg natuurlijk dat er zoveel mogelijk vanillezaadjes ook meekomen. Klepje dicht, dat voorkomt dat het ijs eruit spat als het in de machine zit, want het roerwerk gaat wel draaien. Dan selecteren we het programma gelato. Dus we drukken hier op het ijsje. Gelato, drukken op oké en dan gaat de machine draaien. We zetten de weerstand op 100, dan draait hij de juiste consistentie, wordt hij iets harder. Nu is het ijs klaar en je ziet meteen een mooie droge structuur. Dat is eigenlijk wat je wil hebben. Je wil hier geen glans zien of dat hij glimt of dat hij heel zacht uitkomt. Mooi stevig. Zo is hij leeg. Kijken we even. Wat er nog in zit. Er zit nog net wel wat in wat je er nog uit kan halen. Perfect. Oké, dan gaan we nu even kijken of de textuur mooi is. We hebben er alles aan gedaan om een mooie textuur te verkrijgen. Dan kijken we even hoe schepbaar het ijs nu is. Hij ziet er mooi droog uit. Nou ja, dat willen we. En we gaan even kijken met de lepel hoe die is. En je ziet, mooi schepbaar, mooi droog, geen korreltjes erin, echt een mooi glad, romig ijsje. Dit is eigenlijk de textuur die je wil hebben. Dus hier kan je straks mooi een bolletje van scheppen. Oké, dan gaan we nu het Bernazet-ijs afmaken. We hebben die berekend eigenlijk net als de room van 35% die we op het bord hebben gedaan. Hier voegen we geen room toe, maar hier hebben we de crèmeboter van Dybiek gepakt. En die heb ik eigenlijk helemaal laten karamelliseren. Ik heb nu 500 gram boter gepakt, in een stilpannetje gewoon opzetten. En laat maar helemaal donkerbruin worden. Echt goed donkerbruin. Hoe bruiner, hoe meer smaak. Daar krijg je de Bernazet van. Nou, en die voegen we toe als bron van vet in plaats van room. Krijg je een hele heerlijke nootachtige smaak, zeg maar. Dit is ideaal als je bijvoorbeeld, we gaan straks appeltaartijs maken. Eigenlijk zou ik daar ook in moeten, want je krijgt een hele lekkere nootachtige smaak eigenlijk. En een beetje een idee van gebrande boter. Om het geheel iets frisser te maken, doen we er een beetje sinaasappelzest bij. Die haalt hem net even iets omhoog. En dan heb je een iets frissere toon eigenlijk in je mix zitten. Je sinaasappelzesten die werkt echt heel erg door. Dus na verloop van tijd wordt hij alleen maar lekkerder eigenlijk. Gaat hij meer smaak geven. Belangrijk hierbij, doe ook zeker 2 gram zout per kilo mix. Dat haalt de smaak ook alleen nog maar omhoog. Oké, doen we nu de zesten erbij. Dit kan je ook lekker doen met in al je mixen met citroen of limoen. Die zesten smaken zo mooi door.
En je ziet het haast niet in de ijswereld dat het gebruikt wordt. En het is eigenlijk een hele makkelijke manier om een goede smaak te creëren. Nou ja, een beurnerzet met sinaasappel is echt een hele lekkere smaak. Ik ben zelf vaak in de patisserie gebruik gemaakt van die combinatie. We denken hierbij hazelnoot, sinaasappel, beurnerzet, super lekker. De beurnerzet kan je gewoon maken. Maak hem gewoon van een kilo boter of van 2 kilo boter. Maak gewoon een goede volle pan. Laat die boter dus goed donker worden. En zorg er vervolgens voor dat je dat zeeft. Eigenlijk die verbrande deeltjes, die moeten eruit. Dus het liefst door een koffiefilter, zo fijn mogelijk zeven. Dat je een mooie, heldere beurnerzet overhoudt. Dan gaan we deze afdraaien. Oké, we gaan nu het beurnerzet-ijs met de sinaasappelzest afdraaien. We hebben de machine niet schoongemaakt. Net hebben we vanille gedraaid. Ja, het is alleen maar lekker als daar een vleugje vanille in zit. Wil je hem wel helemaal schoon hebben, wil je geen toon van vanille erin, ja, spoel hem dan even door met water. Er zit een apart programma op dat het ijs even afsmelt en mooi doorspoelt. Ik zou zeggen, joh, laat het een beetje vanille er lekker in zitten. Draai het mee met die beurnerzet, dan wordt je ijs alleen maar lekkerder van. Ook hier weer op start selecteren we weer gelato, dus roomijs, op oké en dan laten we hem draaien. Nu is ons beurnerzet-ijs klaar, drukken op extract, kijken hoe die eruit komt. Nou, je ziet ook hier weer mooi droog. Mooie romige structuur. Ziet er prima uit. Oké, we gaan nu een roomijs maken van appel en kaneel. We gebruiken daarvoor de basis, zoals we hem op het bord berekend hebben. Maar hiervoor pakken we de 40% room, 40% vet. Ik heb appels gegaard, eigenlijk net als voor een appeltaart, gewoon koten met een beetje kaneel. En ik heb karamelsuiker gemaakt, karamel koken, helemaal lekker laten karamelliseren, uitstorten op een plaat met een bakpapiertje. Dan krijg je eigenlijk een harde plak karamel en die kan je fijn kutteren tot een soort poeder. Als je daarmee je appels koot en met die kaneel erbij, dan krijg je een beetje het idee van een appeltaart. In de oven zou die suiker ook karamelliseren. Nou ja, nu gebruik je geen oven. Je zou het ook met gewone suiker kunnen doen en ze in de oven wel laten karamelliseren. Het gaat erom dat die appels gaar zijn. Als je appels niet gaar zijn, en er is nog maar iets een hard stukje in die appel, dan zul je zien dat je mix heel erg gaat korrelen. Nou, dat wil je voorkomen, dus die appels goed gaar. Ik heb dat gedaan met de karamelsuiker, appels, een beetje citroen. En dan een klein beetje kaneel, dat in een sous-vide zak en die op 85 graden ongeveer 2-3 uurtjes rustig laten garen. Nou, die appels zijn nu helemaal gaar, die gaan we bij de mix doen. De suiker zit al bij de appels. Ja, ik hou altijd aan, zeg dat je op een, als je een roomijs met fruit maakt, ja, 200 gram fruit, 250 gram fruit, hangt er vanaf hoe sterk je het wil hebben. Ik ben nu uitgegaan van 250 gram fruit, we maken 2 kilo basis, dus ik heb 5 kilo appeltjes erbij. Ja, ik doe lekker wat van die siroop erbij, daar zit een goede kaneelsmaak in. En ik zorg dat bij die appels in ieder geval zo'n 20% suiker zit. Dus ik doe voldoende karamelsuiker om ook de antivrieskracht eigenlijk gelijk te trekken met die van het ijs. Zodat je niet iets toevoegt waardoor je ijs heel veel harder wordt. Als je het op deze manier doet, blijft je ijs mooi zacht, blijft je ijs mooi schepbaar. En kan je hem perfect bewaren in je vitrine of in je vriezer. Oké, dan gaan we nu de appels erbij mixen. Natuurlijk door die kaneel krijgt hij een mooie donkere kleur. Dat is eigenlijk wat je wil hebben, hè? Mooi donker ijs. En probeer hem gewoon mooi glad te mixen. Ik krijg een mooi glas. Het
liever dat je iets te lang mixt. Ik zeg altijd maar, hoe langer je mixt, hoe gladder dat die wordt. En je wil juist een mooi glad ijs. Hè? Je wil niet van die stukjes appel, want die gaan echt wel aanvriezen. Nu heb je een mix, mooi van kleur, mooi een beetje donker, zit voldoende kaneel in, citroen, karamel. Dus ik denk dat deze heel lekker wordt. We hebben de machine niet schoongespoeld, dus er zit nog wat van beurre-noisette-ijs in. Nou, dat is natuurlijk super lekker hierbij, dan krijg je echt het idee van een appeltaart. Hè? Beetje gekarameliseerde boter en die appel en kaneel. Gaan we nu afdraaien. En hier zie je eigenlijk ook weer, hè, ijs kwam er mooi droog uit. Een beetje dezelfde structuur als dat we steeds hebben. Dat is eigenlijk de doelstelling. Terwijl hier best wel veel fruit bij zit. En ja, in de ijswereld zien we fruit een beetje als water. Hè. Eigenlijk water met een heel klein beetje droge stof erin. Tuurlijk qua structuur iets anders dan het roomijs. Hè. Maar wel even schepbaar, mooi droog. Ja, dat is altijd de doelstelling. Hè. Hij moet eigenlijk net zo schepbaar zijn als de vanille, als de beurre-noisette die we gemaakt hebben. Dus alle drie de ijsjes moeten dezelfde structuur hebben. Nou, dat hebben ze nu. Ze komen alle drie mooi droog uit. En ze hebben dus alle drie eenzelfde vetpercentage. Het enige wat we natuurlijk met de appel hebben gedaan is een toevoeging. Hè. We hebben 400-500 gram appel toegevoegd. Ja, dan zakt natuurlijk die vetpercentage wel naar beneden. Maar ja, dat is niet zo erg, want je wil juist een lekker fris appelijsje. Je wil niet zo'n heel vet ijsje. Stel dat je dat wel wil, reken dan aan het begin. He, plus die appel, dus plus 400 gram. Heb je meer vet nodig aan het begin. En dan krijg je een wat vetter ijsje. Ik heb er nu voor gekozen om de appel zo toe te voegen. Omdat er gewoon qua smaak komt dat gewoon lekker uit. Dat hoeft niet zo vet te zijn. Hetzelfde met yoghurtijs, ik had het al even genoemd. Maak een yoghurtijs ook niet op 8-9% vet. Hè. Maak hem gewoon lekker 4-5% vet. Dat is voldoende. Yoghurt van zichzelf zit ook niet zoveel vet in. Tenzij je bijvoorbeeld Griekse yoghurt maakt, dan is het wel weer lekker om wat vetter te maken. Maar hou met je vetpercentage rekening. We hebben nu de berekening op bord gedaan aan het begin. Ga er rustig voor zitten, kijk het na, probeer het onder de knie te krijgen. Mocht je hulp nodig hebben, dan kan je altijd contact met ons nemen. Wij staan altijd bereid om jullie te helpen met recepturen. Het leukste is dat je het zelf kan balanceren en dat je echt op zoek kan gaan naar een lekkere room. De juiste room voor jouw mix met het juiste vetpercentage. Zowel kostprijs technisch als smaaktechnisch. Beide kanten moet je natuurlijk meenemen. En ik hoop dat je na deze seminar een beetje meer kennis hebt op het gebied van vet in je ijsmix. En dat je hem zelf kan balanceren. En zo niet, dan help ik je graag. Nou, dit was de seminar van Carpegiani. Ik hoop dat ik jullie geïnspireerd heb om nog eens kritisch te kijken naar je ijsmix. Kijk nou eens van welke vetten kan ik mooi gebruiken en hoe kan ik het balanceren. Aan het begin van de seminar heb je gezien theoretisch hoe je het kan balanceren. Kijk daar eens rustig naar. Wij doen het bij Carpegiani in de cursus. Ja, we hebben echt een week lang de tijd om ijs te maken. Hè? En dan kan je rustig eens even op een ochtend kunnen dat doen. Kunnen we het samen een keer bekijken. Ik hoop dat het nu goed overgekomen is. Dat je er zelf mee aan de slag kan. Het zou heel leuk zijn. Mocht je vragen hebben, je kan altijd contact met ons opnemen. Volg ook zeker onze Facebook. Ik hoop dat we meer van dit soort video's ook kunnen posten. Ik schrijf elke maand een blog. Nou, die kunnen jullie volgen. En wij hopen een beetje op deze manier de mensen enthousiast te maken voor het ijs. En zeker ook voor de bestaande ijssalons om meer uit je ijs te halen. En gewoon eens kritisch te kijken naar je recepturen. En samen toewerken naar een perfect product. Dank jullie wel voor de aandacht.